Hallo, met Liz Hathaway. Hier is mijn kijk op de week. Deze week, na een periode vanaf 30 augustus 30 graden te hebben gelopen, gaat Mercurius direct. Ik vind Mercurius retrograde zeker in maagd, omdat maagd heel perfectionistisch is. Maagd heeft vaak oog voor wat niet werkt, wat niet klopt, wat niet in orde is. Het is niet de meest, wat dat betreft, niet de meest positieve teken maagd, omdat maagd eigenlijk bezig is met verbeteren. En als je dingen wil verbeteren, moet je eerst ook oog hebben voor wat niet in orde is. En dat oog hebben voor wat niet in orde is, krijgt dus echt een extra lading als Mercurius in maagd retrograde is. En dus het is echt dat naar jezelf kijken, naar je handelingen, naar wat je doet, naar kritiek ook hebben, misschien op jezelf en anderen. Het is een heel kritisch teken. Nu komt Mercurius deze week stationair te staan, gaat dan direct. En het gaat direct, even kijken, hij gaat direct op donderdag. Maar we hebben dus op woensdag Mercurius driehoek Pluto, terwijl Mercurius retrograde loopt. En dan op vrijdag, donderdag gaat Mercurius direct. En op vrijdag hebben we voor de tweede keer in de week Mercurius driehoek Pluto. Dat vind ik fascinerend. Het is natuurlijk iets wat helemaal niet zo vaak gebeurt. Dus ik denk dat dit wel een belangrijk gegeven is, die tweemalige driehoek. Ik denk dat dit te maken heeft met in het reinen komen met jezelf. Je kan wel hoge eisen aan jezelf hebben, hoge eisen stellen aan je werk, hoge eisen stellen aan je privé situaties, gewoon hoge eisen hebben op hoe je eruit ziet, je uiterlijk. Je kan heel veel kritiek op jezelf hebben, maar er is een punt waar dat niet meer bevorderlijk is voor je groei. Het is niet meer bevorderlijk voor hoe je in het leven staat. En het is dus eigenlijk nu met die Pluto, want Pluto heeft met zelfkennis te maken. En dus het heeft te maken met de instinctuele kant van jezelf. Met de diepe verborgen verlangens, de diepe verborgen angsten ook. Als Saturnus angst is, dan kun je dat maal 10 doen als je Pluto erbij betrekt. Dus het heeft te maken, denk ik, te maken met gewoon een stukje zelfacceptatie, een stuk van onder ogen zien wat wel beter kan en dat aanpakken. Hè, daar echt iets mee doen, daarmee aan de slag gaan. Maar ook voor de rest, hè, dus probeer dus de psychologische feedback, ook mijn cursus gaat direct, hè, dus wat van anderen. Hè, dus dat niet puur vanuit een soort hoogstand wat Mercurius in maagd kan hebben van ja, maar ik weet alles beter. Het is een beetje openstaan ook voor de buitenwereld, hè, voor wat anderen je over jezelf te vertellen hebben. En dat aan boord nemen en daardoor te kunnen groeien. Je psyche kan groeien. Ik kan dit zelf heel goed plaatsen. Ik ben momenteel bezig met een paper. En ik ben dus in een soort editorial proces geraakt. En dat is ook ingewikkeld, want er is natuurlijk op elke punt, elke komma, het is echt een maagdproces als je iets wil publiceren. En daardoor kun je aan de ene kant heel erg geprikkeld en boos worden, maar aan de andere kant kun je ook door dat proces groeien, door de kritiek die je van buiten krijgt. Als je dat kan aanvaarden en een plek kan geven, kun je daardoor ook groeien. Wat we ook hebben deze week, is dat de zon de overstap maakt naar weegschaal. Dus weegschaal is een hoofdteken. Dus weegschaal staat bekend aan dat wikken en wegen, dingen tegen elkaar afwegen, wat ook een beetje maagd, met Mercurius in maagd, is dat misschien ook dat kritisch dingen kunnen afwegen. Maar het is ook als hoofdteken in staat om beslissingen te nemen, om richtingen te kiezen.
En er zijn dus grote beslissingen misschien in ja, opkomst. En dus, want de zon staat binnenkort conjunct met, dat is volgende week, begin volgende week, staat de zon conjunct met Jupiter. En dus het is het eerst voor de 12 jaar dat we deze conjunctie hebben meegemaakt, want de cyclus van Jupiter is ongeveer 12 jaar. Dus kijk terug naar 12 jaar geleden. En dus waar valt deze conjunctie in jouw horoscoop? En kijken wat er 12 jaar geleden ongeveer gebeurde toen Jupiter daar stond. Dit is, ja, dit kan dus te maken hebben met beslissingen die een long-term effect hebben. En dus die dus wat langer ja, gaan dan een conjunctie die duurt in feite maar een dag. Maar dit heeft, Jupiter heeft met visie te maken. En dit is een 12-jaar cyclus, dus kijk waar die valt in je horoscoop. Wat we ook hebben deze week dan op vrijdag, is dat Venus naar Schorpioen gaat. Venus in Schorpioen is dan ook heerser van de zon in weegschaal. Dus er zit een lading in de relaties. Schorpioen is instinctief. Het is niet een teken die confrontatie uit de weg gaat. Het is een teken ook die voelt dingen haarscherp aan. Het geeft charisma eerder dan schoonheid. Het is een charismatische plaatsing van Venus. Het heeft ook, denk ik, te maken met ja, dat een neus hebben voor wat waar en niet waar is. Het is een beetje achterdochtig misschien ook. En dit kleurt nu voorlopig de handelingen van de zon in weegschaal. En dus weegschaal is vaak ook tevreden met, hoe moet ik het zeggen, ja, wil niet te diep graven. Als je zegt dat het oké is, dan is het prima. Terwijl die Venus in Schorpioen nodigt eigenlijk nou de zon uit om toch haar eigen neus te volgen. En als je voelt dat er iets meer is, het niet gewoon op de oppervlakte te laten, maar even door te vragen, even kijken of je wat meer informatie naar voren kan halen, die misschien in dat proces van wikken en wegen, van dingen tegen elkaar afwegen, van belang kan zijn. Dus het is echt, het kleurt nu dus de weegschaalzon, die Venus in Schorpioen. En het kleurt het op een instinctieve, op een, ja, een heel charismatische ook manier. Oké, ik hou het kort. Dank je wel voor het luisteren. Nummer 31 is de subscriber, die dus de gratis reading van mij, of consult, Skype consult van mij gaat krijgen. En wie dat is, hoort het vanzelf, want ik neem contact op. Dus nummer 31, subscriber 31. Oké, hartelijk dank. Bye bye.